Lekker! En gaat de meid. Oh, dat is ook zo show, hé. Dat is zo hard. De diploma uitreiking van Stan. Oh! You just give me a... Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, super vroeg. Nou, super vroeg gaat ook mee, het is half 8. Maar het is om 7 uur wekker. Ik heb iets heel leuks gekocht vorige week. Een Bialetti koffiezetapparaatje. En dit is een soort Italiaans koffiezetapparaatje. En hier haal je hele lekkere koffie uit. Dus ik heb super goede koffie gekocht bij Simon de Veld. En ik ga dit nu maken. Maar ik moet eerst even een YouTube video kijken hoe dit werkt. Want ik weet niet hoe dit werkt. Jongens, kijk. Hoe leuk. Ik ben hier echt helemaal excited door. Oké, ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik ben mezelf aan het klaarmaken. Ik heb de hele ochtend even gewerkt. En ik ga me dus nu even klaarmaken. Vanmiddag heb ik een meeting op kantoor. Daar moet ik zijn voor een call met een bedrijf. Voor wellicht iets heel leuks. Vorige week heb ik dus voor het eerst een halve marathon gelopen. En ik voel me dus echt verrassend goed. Geen spierpijn. Ik heb gisteren ook nog 7,5 kilometer gelopen. 2 dagen daarna. Dus... ja, ik denk dat ik wel gewoon echt goed in vorm ben. Dit is de week van Hyrox. Vrijdag, aankomende vrijdag, hebben Bo en ik onze allereerste Hyrox wedstrijd. Zo, zo spannend. Echt, oh my god. Dus deze week moeten we een beetje rust houden. Dus ik ga denk even lopen naar kantoor, dat we gewoon wel nog een beetje een... actieve rust hebben, weet je wel. En ja, verder, ja, we mogen gewoon niet te veel gaan doen. Want we moeten alle krachten bundelen en sparen voor vrijdag. En het is zo raar dat gewoon iets waar je gewoon al maanden naartoe aan het werken bent of aan het trainen bent, dan opeens de werkelijkheid wordt. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik vind het wel spannend, maar ik heb vooral gewoon heel veel zin in. Want ik weet gewoon zeker dat het gewoon helemaal goed gaat komen. Dus dat. Even. Ook had ik vorige week natuurlijk de shoot van mijn eigen merk. Dus ik hoop dat ik daar snel de content van ontvang. En dan kunnen we zo snel mogelijk live met Refined. Ach, ik kan er echt niet op wachten. Ik heb er zoveel zin in. Vandaag heb ik echt een super chille dag. Ik stond om 7 uur op. Toen heb ik even gewerkt tot 12 uur aan het klaarmaken. Vanavond heb ik helemaal niks. Echt, ik kijk er nu al naar uit. Geweldig. Dus ik ga even lekker een avondje helemaal niks doen. Ik heb setting spray, lighter. En dan ga ik nu even wat eten maken, want ik heb honger. Zin in wat eten. Ik wil echt een klein lookje doen en nu zit ik ook al helemaal te full glammen. Nou, sorry hoor, ik weet niet of je het hoort op camera, maar de buurman die heeft hier even een partij asociaal muziek hard staan en ze, hoe noem je dat ook weer, ze bas, ze beat, echt op standje 500, echt het hele huis trilt weer weg, ik word helemaal gestoord en dat je dat 1 keer doet oké, maar hij doet dit echt, echt vaak en ook gewoon laat in de avond, gewoon keihard muziek. Maar ik vraag me af of mijn buurman hier aan deze kant van de muur is of dat het mijn onderbuurman is. In ieder geval, helemaal goed klaargemaakt, zo meteen ga ik naar kantoor, ben even nog aan het editen en... helemaal chill dagje. Ik heb echt een zieke girl dinner. Ik heb namelijk een poke bowl gemaakt met allemaal leftovers. En ik heb een kip cordon bleu. Ik wil er even een hap van. Mmm. Ja. Uit de airfryer. Het is gewoon een soort airfryer snack. Ik vind het zo lekker. De man. Ik kan met kaas erin zo. Ik kan dat echt elke dag eten. Mmm. En daarbij dus een pokeball met rijst, avocado, komkommer, bosui, kipfilet gebakken in hoisinsaus, edamameboontjes en wortel en bosui. Zei het al. Dan gaan we het even mixen. Ik ben echt team mix. Ik hou gewoon een hap van alles. En ik ga ondertussen even Emily in Paris afkijken. Ik ben nog steeds niet klaar mee. Echt, ik doe echt 500 jaar over een serie kijken. Want ik heb gewoon geen tijd. Of in ieder geval, ik maak er geen tijd voor vrij. Ik vind andere dingen belangrijker dan zo'n serie kijken. Even goed mixen, kopje nemen. Mmm, ja. Toe, spicy. Spicy. Morgen ga ik... morgen heb ik een hele leuke dag. Morgen heb ik in de ochtend een event. Daarna ga ik laseren. Ga ik laseren? Daarna ga ik cryo doen met Eva en Coco. En ik ga het eerst in de ochtend een upper body doen met Coco. Mmm, lekker. Oh mijn god. Ik heb mezelf weer bewezen dat ik het zo goed kan. Eerst een upper body, dan event, dan cryo, dan een mukbang. Helemaal leuk. Ik ga dit even lekker opeten. Ik heb hier letterlijk niet boodschappen voor doen. Dat is zo top.
I love that. Goedemorgen allemaal, het is dinsdagochtend 8 uur. Ik ben al sinds 7 uur wakker. Echt heerlijk. Ik ging gisteren om 9:45 of zo. Nee, ik heb nog 10 uur in bed. Ik ging 9:45, 10:30 slapen, zoiets. Maar echt crazy wild. Ik ga zo meteen om 9 lekker upper body sporten met Coco. Dus heel veel zin in. En ik ga nu even klaarmaken, make-upje opdoen en dat allemaal. En dan ga ik er zo vandoor. Ik moet even een ontbijtje nog eten. Ik ga dat nu meteen maken. Ik zat weer een beetje dicht op het sporten. Ik ga lekker even proteïne-oats maken of zo. Daar heb ik echt mega zin in. Ik ben met mijn schatje. Oh, hallo. Ik zit weer in de opstel. Nee, maar heel goed voor jou. We gaan lekker upper body doen. Ik ga mijn shirt trouwens ook even uitdoen, want het is echt warm gewoon. Het is heel warm, hè? Het is een beetje warm hier. Het is een beetje warm hier ook. We zijn wel echt looking to the max. Ja. Maar ja, echt roze en gewoon. Ja. Lekker soort Valentijn editie. Kijk, daar gaat de sterke meid. Hoppa. Mooie top is dit van achter. Gaat ze? Ja. Kom op! Kom op! Was iets te veel goed. Ik liet er ook stoppen tussendoor. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Push! Je kan het, je kan het, je kan het. Yes! Kijk! Gaat ze? Ja. Hey. Look her working. Even de muscles laten zien. Kijk. Oeh! She working. We zijn nu upper body aan het doen, dus we hebben net... Het ligt dus heel lelijk. Ik neem het ook weer helemaal over. Deze sportjes zijn nooit goed. Het is een beetje laag maar. Anyway, we hebben dus chin-ups gedaan. We doen nu een row. En dan gaan we hierna... De beste manier om een row. Dit is echt... Zo voel je hem zoveel beter dan als je de bar gewoon normaal pakt, zeg maar. En dan hierna gaan we overhead press doen. Eigenlijk doen wij altijd dezelfde body. We doen een beetje full body, maar wel vooral gefocust op de rug. Want dat vind ik wel... Gaat weer helemaal... Gaat het? Precies, nee, nee. En ook vooral omdat je dan maar één dagje doet. Ja. Dan focus ik liever op de dingen die... En het moet leuk zijn. Ik vind de rug ook gewoon heel leuk. Ja, ik ook. Ik ook. Yay! Lekker bezig. Ja hoor, wat de spieren. En gaat de meid. Ja. Yes. Eerst deze dit met 10 kilo, hè jongens. Ja. Progress. Dank u wel. Heeft iedereen een plekje op de mat? Ja, ik ook. Oké, hallo. Het is inmiddels avond. Ik heb net gezellig een mukbang gefilmd met Coco. En er is een superleuk pakketje binnengekomen van bol.com. Want ik heb daar allemaal leuke dingen besteld. Dus eerst een nieuwe messen set. En ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dus ik ga even de batterij vervangen. Oké, back to business. Ik heb een messen set besteld. Want dat heb ik eigenlijk nog niet. En dit is gewoon heel chill. Ofwel, ik heb wel messen, maar niet echt zo'n blok met allemaal messen erin. Dus ja, het zag er gewoon heel chill uit. Dat wilde ik gewoon. En ze zagen er best aesthetic uit. En dat lijkt me gewoon heel chill dat je het dan gewoon op je aanrecht hebt. En dan kun je het gewoon hier insteken. Hoe chill. Dat die best een goede kwaliteit zijn. Want deze set was 60 euro of zo. Kijk. Hele chille messen toch? Oh. Oh, ook een schaar. Chill. Ook echt één zo'n hakmes. Vind ik leuk. Kijk. Dit vind ik echt zo leuk voor mijn TikTok. En dan gewoon allemaal chillen messen. Oh, ik hoop dat er ook een broodmes bij zit. Want dat heb ik dus niet. Oh, dit zit er niet bij. Oh jawel, een broodmes. Eindelijk. Want nu heb ik een broodmes. Oké, nou super chill en leuk. Kijk. Nou, geweldig. Dan heb ik hier... Wat heb ik hierin? Dat heb ik ook weer besteld. Oh ja, die kruidenpotjes. Ja, dat gaan we dus even helemaal doen. Maar kijk jongens, ik heb echt geweldig. Dit wordt me nog echt een heel hoop gedoe. Kijk nou. Oh, amazing. Het zijn er wel veel. Allemaal kruidenpotjes besteld. En deze zijn super aesthetic met een donkerbruin potje. Ja, ik vind dit echt geweldig.
echt mijn leven verbeteren. In ieder geval, dat hoop ik. Dus dat wordt echt nog een heel werk. Maar daar gaan we even een andere keer naar verder kijken. En dan heb ik als laatst nog 3 cutting boards. Want mijn snijplanken zijn echt dood. Die zijn echt aan het vervangen toe, zeg maar. Deze heeft een houder. Dus neerzetten. En het zijn echt hele mooie houten planken. En dit kan je dan ook op je aanrecht zetten. Kijk. Dit is toch top. Goedemorgen, maat. Het is vandaag woensdag. Ik heb even een lekker ontbijtje voor mezelf gemaakt. Het is alweer 11 uur, maar ik ben al sinds 7 uur wakker. Ik heb even lekker gewerkt, net klaargemaakt. Ik ga vandaag filmen met Christina. Super gezellig. Mukbang. En ik heb nu lekker protein oats met gebakken appel. Zo lekker. Ik heb dus een probleem met de levering. Of met de Apple Watch bandjes. Met de gouden Apple Watch bandjes. Er zijn wel problemen. Ja, ik voel me echt kut. Want ik kan daar nu niet mee live. Met hoe het product nu is. Nou, dat is gewoon heel kut. Dus ik twijfel nu heel erg wat ik moet doen. Moet ik live gaan zonder de gouden bandjes? Of moet ik wachten? Of, ja, dat is gewoon echt weer echt... Ja, er zit altijd wat tegen. Maar it is what it is. Ik ga even wat mailtjes beantwoorden of appjes. Al mijn mailtjes komen bij mijn manager binnen. En de supermanager is weer zo door naar mij. Dan moet ik daar weer op reageren. Dus het is altijd een soort mailtjes beantwoorden, maar op WhatsApp. En dan reageert zij weer voor mij wat ik wil. Of te adviseren natuurlijk wel, maar wat ik uiteindelijk voor keuze wil of whatever. Oké, ik heb even lekker boodschapjes gehaald. Ik heb mijn lenzen opgehaald. Super chill. Ik heb dus mijn lenzen via Grand Optical en ik ben er zo blij mee. Ik heb dus testlenzen nu 2 weken en ik heb nu voor een half jaar opgehaald. En ja, ik ben er gewoon zo, zo blij mee. Echt, het is gewoon alsof ik gewoon kan zien zonder bril en altijd goed zie. Dus... ja, insane. Ik ben ook heel fijn geholpen daar. Eerst ging ik naar dagles, dat uitgetest. Ik voelde dat nou, niet helemaal alsof dat voor mij gemaakt was. Dus ik heb nu maandlenzen en ze denken gewoon heel erg mee. En ja, ze hebben het echt perfect gedaan. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb lekker boodschappen gehaald, dus ik ga jullie zo meteen laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Nou, ik heb net heel leuk mukbang opgenomen met Christina. We hebben lekker mijn cheesy... Lekker op de grond. Ja, heerlijk, schat. Lekker doen. Cheesy noodles gemaakt. Dus check it out. Met allemaal snackjes erbij. Ik ga nu even uitbuiken. Wow, die blush hier is wel heel heftig. Ja, dat is juist mooi. Ik hou van blush. Maar zit er niet echt een soort veeg? Ik zie het niet goed. Oh, hoor. Het lijkt op camera. Oh, dat, jouw camera vindt mezelf er ook echt altijd een stuk lelijker uit. Ja, heel wit. Gossidori. Nou ja. En oh ja, vanavond heb ik trouwens een run. Maar 4 kilometer. Een shakeout run van Hyrox. Dus dan gaan er allemaal Hyrox. Ik dacht dat jij net zei dat je niet ging sporten deze week. Nee. Toch wel? Ja. Mag eigenlijk niet. Maar we doen het wel. Nee, maar het is maar 4 kilometer gezellig runnetje. Nou. Hoi. Nou, bootje is er gezellig. Wow, het lijkt echt alsof je een soort vlieg bent die schoenen. Zo. Ja, wij zijn echt een soort... Nee, ja. Wat zijn wij? Echt van die vliegen. Gewoon die soort. Ja, zo. Woo! Maar we gaan dus lekker een shake-out run doen. Nou, een shake-out run betekent dus inderdaad dat je... Let's shake it out. Eerst begreep ik niet meer. Nee. Eerst dacht ik, wat is shake-out run? Maar dat is dus dat je de zenuwen eruit gaat shaken met een run. Alle mensen die ook meegaan om een Hyrox. Ja, van Hyrox. Echt super leuk. Goedemorgen, maal. Vandaag is een hele leuke dag. Want we hebben de diploma-uitreiking van Stan. En daarna gaan we lekker uit eten. Ik ga me even klaarmaken. Ik heb de hele ochtend gewerkt. Ik heb een video geëdit. Dit is mijn fitje. Er moet er eigenlijk wel weer een jasje op. Maar dat maakt de outfit dan weer niet leuk, Stan. Dat ik hier eigenlijk dan weer een jasje op moet. Maar dat maakt de outfit dan weer niet leuk. Hoezo moet je een jas? Je kan toch gewoon een jas aan doen? Doe ik mijn winterjas aan, denk ik. Het is niet te koud. Ik weet niet hoe warm het is. Gaat die tekenen, hoor. Oh my god, guys. Het is zover. It's race day. Eindelijk, de Hyrox is gewoon vandaag. Op zich gaat het wel goed met de zenuwen. Natuurlijk zijn ze er wel, maar ik heb er ook gewoon heel veel zin in. En er komen zoveel mensen kijken en ik vind het gewoon zo lief dat iedereen gewoon helemaal zijn tijd neemt. En het zo leuk vindt om te komen kijken, dat vind ik echt bizar. Ja, ik kan gewoon bijna wel janken omdat ik het zo lief vind. Maar ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik heb er zoveel zin in. Oh, eindelijk is het weer. Maanden voor we getraind en mee bezig zijn. Thanks to Hyrox. Nou jongens, Bo is er.
We gaan nu lekker even lunch maken. Vanochtend een bak oats en nu lekker witte... Lekker witte bollen. Oh, ik ga even kijken of ik nog elektrolyten heb. En ik moet even mijn haar en mijn hoofd fixen, want ik lijk op een aardappel. Jongetje, je weet hoe we ons voelen. Wij zitten ook helemaal lekker het trainingspak. We gaan lekker koffie met karamel, lekker suiker. Ja. Een beetje suikertjes. Ik ga denk ik een ijskoffie nemen. Ja, ik ook. Sowieso. We gaan even een ijskoffie halen, even een rondje lopen, even een shake-out doen. En dan gaan we... Oh, die fiets. Daarna gaan we naar de rij. En dan zijn we er anderhalf uur te volgen ongeveer. Dat is perfect. Okay. En ik wil dan gewoon meteen starten. Ja, we moeten registreren. Ja. In principe moeten we ons tas niet in ons kluisje. Want nee. We gaan even opwarmen. We gaan even parcours doornemen. Ja. We gaan elkaar even ophypen. We zetten even die muziek in het woord. En er komen zoveel mensen kijken. Het is zo leuk. 18 mensen. Ja, echt bizar. Hoe bizar. Zo veel zin in. Nou, we zijn er. Het is bijna zover. Het is zover. Klaar voor? We zijn heel klaar. Ja, zeker. Echt mega hier. We hebben net even een halve naantje op. Gelletje. Oh, waar is die pre-workout gel? Hoe zenuwachtig zijn wij? Mega. En wij ook deze rennen. Nog 1 minuut. Lekker bootje! Woe! Lekker Saar! Er komen ze alweer! Ja, laat je bord zien! Yeah.
Wat vonden we ervan? Ja, dat was echt. Ik mis het nu al. Van dit is wel normaal. In woordenvorm. Dit is toch. Inzoomen. Dit zijn wij voor de Heimel. Nou jongens, dat is de day after. We zijn weer in de rij. We zijn weer mensen aan het supporten. Koning voelt ons trouwens echt top. We hebben gisteravond even een break genomen, want we waren helemaal kapot. We zijn nu Jason aanmoedigen en onze personal trainer of zo. En het is zo'n vibe om te kijken. Het is zo leuk. Die mannen allemaal zonder shirt. Geweldig. Ze zijn goed bezig allemaal hoor. Ze rennen zo hard. Dat is bizar. Kijk, daar komen ze allemaal. Kijk, daar is hij, de laatste. Hey! Onze personal trainer komt er nu aan. Yeah, let's go! Daar is hij hoor. Hallo allemaal, het is de day after. Ik heb jullie echt nog helemaal niet goed erover kunnen spreken. Ik ben nu op avondeten aan het koken, lekker pastetje. Stan is namelijk morgen aan de beurt. Vandaag was ik dus ook even kijken. Daar had ik ook denk ik een korte recap van in de vlog. Even dit in de pan. Ja, echt in één woord. Het was echt geweldig. Het was mega zwaar, maar echt mega, mega, mega geweldig. We hebben het dus in 1 uur en 21 minuten gedaan. En ja, voor de eerste keer ben ik echt super trots op ons. Echt, ja, echt een topprestatie gewoon. Echt, ja, ik ben er heel blij mee. Het was echt zo anders als tijdens de trainingen, want er zit zoveel spanning en zoveel adrenaline en iedereen komt kijken en die hal en al die mensen en het was gewoon heftig. Ik ben ook nog steeds aan het bijkomen. Ja, maar mega veel adrenaline. Er kwam echt een soort oerkracht in je naar boven van, nou, slaat helemaal nergens op. En het was gewoon al met al echt een geweldige dag. Het was echt de dag van mijn leven. En ik wil echt iedereen bedanken die is komen kijken en die is komen supporten, want het waren er echt zoveel. Dus ja,
helemaal blije meid ben ik. Helemaal geweldig. Goedemorgen allemaal. Shit, ik heb de batterij niet verwisseld. Nee. Nou, in ieder geval, Stan is. Nou, Stan is. Stan is. Vandaag. Stan is. Wat is Stan? Met de Hyrox. Echt een Hyrox vlog is dit. Alleen maar Hyrox. Nou, superleuk. Nou, jongens, ik heb gewoon Stan niet meer gefilmd omdat ik zo in de zenuwen was en alleen maar hem aan het volgen was en aan het filmen en achter hem aan het rennen was, want ik moet echt van hot naar her vliegen de hele tijd. Maar hij heeft het gewoon gehaald in 1 uur en 4 minuten. Echt bizar, zo trots. Zo goed. We zijn nu weer thuis bij hem en we gaan nu naar zijn opa, want die is jarig, gaan naar zijn verjaardagavond. Het hele Hyrox weekend is voorbij. Het was echt geweldig, het was echt heel leuk. Het was gewoon echt geweldig. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien, want volgens mij waren het heel veel Hyrox beelden. Maar ja, bedankt voor het kijken. Ik ben echt kapot van het weekend. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven, op mijn kanaal te abonneren. Op Instagram, Snapchat en TikTok is allemaal @sarahvoort. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei!